Goedenavond. Dames en heren, omwonenden en genodigden en fans van ons buurthuis. Allemaal een heel hartelijk welkom voor hen die van hun vrouw mee moesten naar dit, kan wel zeggen, grote spektakel in onze Zwarte Zwaan. Ach ja, mensen, het kan toch niet gebeuren, hè, dat dit dicht gaat. Dichte deuren, geen activiteiten meer. Ach, ik zal mijn sentiment besparen, maar weet u dat ik als klein meisje het Nederlands kampioenschappen met één pink, knikker, met één pink gewonnen heb? En dat mijn broertje, ja, ze is 7e, 8e, 9e en 11e verjaardag hier gevierd heb. Ja, zijn 10e ging niet door, want toen had hij de waterpokken. En dat vonden Sjaan door zo'n pokkenzooi geven. Dus dat hebben we in het bijkeukentje van tante Jo gevierd. Maar goed, en nu dan dicht, dames en heren. Dat kan toch niet? Maar goed, waar het om gaat vanavond is op deze benefietavond dat het buurthuis moet blijven. Deze plek is toch van ons allemaal. En daarom moet het ook blijven. En iedereen is hier van harte welkom, arm of rijk. Nou heeft rijk vanavond wel even mijn voorkeur, want daarmee hebben jullie al een kaartje gekocht. Hè? Super fijn dat u al een kaartje gekocht hebt voor deze avond, want daarmee kunnen Sjaan en Door al de huur voor de komende 3 weken alweer voldoen. Ja toch, alle beetjes helpen toch? Nou ja, en als u vindt, als wij vinden dat het buurthuis moet blijven, geef dan na afloop gul in de witte melkbus achterin bij de toiletten. Ja, want daarmee kunnen we hiermee doorgaan. En vooral, blijft u vooral zitten tijdens het einde van het referendum, want u mag allemaal stemmen. En waag het niet tegen hoor, pas op. Maar goed. Nou, lieverds, gaan er allemaal lekker voor zitten. Zitten jullie allemaal lekker? Nou, fijn, wat is geweldig, hè? En we hebben want we gaan het beleven vanavond. We hebben een bomvol programma met de crème de la crème, die hier voor niks nada niet zoveel wilde optreden. Allemaal voor het behoud van ons buurthuis. Hopelijk is de burgemeester ook aanwezig. Ja, ik zie hem zitten. Nobel dat u gekomen bent, want dan kunt u met eigen ogen zien dat hier geen winkelcentrum moet komen. Ja, ik ben zelf dol op shoppen hoor, daar niet van. Kijk, ik hou ervan. Maar dat kan rustig op het industrieterrein en niet hier in het gezellige hart van ons zo fijn dorp. Nou mensen, ik zou zeggen, we gaan voor die banaan. Alles voor het bestaan van onze Zwarte Zwaan. Ik zou zeggen, een groot applaus voor onze openingsact, de Dansstoppers, de Short Dance Crew. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Yeah. He's
the guard of banks. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want a hinchy, hinchy, ay, ay. Come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mamula. One more time, come on. En zo losjes in de heupen. Hè? En wat hebben ze toch van die mooie strakke lijfjes nog. Hè? Ach, was ik nog maar 18. Nou ja, niet sentimenteel worden, kom op. Hartstikke idee. Zeg, lieverds, zitten jullie allemaal nog lekker? Ja, echt waar? Niemand die moet plassen? Nee, echt niet? Moet jij plassen? Nou, dan moet ik het even heel gauw doen, want dat gaat gebeuren vanavond. Want ik zou het nu ook zeker even niet doen. Houd het nog maar even op. Trek die broek maar even aan. Want er staat hier een groot spektakel op het programma. Want Sjaan en Door hebben hier de crème de la crème hier laten komen. Wat er precies is, weet ik ook niet. Het is iets van een clubje omgehusselde dames. Een soort mannenclubje, maar dan andersom. Ik zal het even kijken op mijn briefje. Nou, ik weet het ook eigenlijk niet allemaal. Maar wat ik wel weet, ze komen uit Amsterdam. Nou, dan weet u het wel. Ik zoek dekking. Het podium is voor de gepunde Umbrella's. Hartstikke idee.
Heren. Fijn dat u allemaal gekomen bent om ons buurthuis te redden. Fantastisch! En als we het goed hebben begrepen, heeft u de hoofdprijs betaald om hier vanavond te kunnen zitten. 50 euro per plek! Fantastisch! Maar u kunt het dus wat allemaal missen, want u woont allemaal aan de poel. Ja, zeker. Nou, je moet ook trots zijn op je streekproducten, hè? En een eigen buurthuis. Nou, dan moet je trots en zuinig op zijn, hoor. Ja, en ik heb gehoord, saai is niet nooit. Moet je kijken wat de figuren er rond in die. Ja, kijk eens. Oh, ja, nee, oh. Oh, dat heb ik ook. Ik voel mezelf ook soms zo mysterieus. Dat ik mezelf niet eens meer herken. Hallo dames. Hallo. Hallo. Is dat met jullie? Hallo. Zeg luister, hebben jullie het nieuws uit Amerika al gehoord? Ja. Nee. Dan mogen de homo's binnenkort niet meer trouwen. Oh. Belachelijk. Is dat wel zo'n schot, hè? We hebben ook het recht om ongelukkig te zijn. Ja. Ja. Nou, dit is namelijk de eerste avond dat we voor zo'n geweldig publiek optreden. Wat je zegt. Fantastisch, hè? Ja. Zeg, lieverd, wat ziet je haar leuk. Ja. Heb je het zelf gedaan? Ik doe het ook altijd zelf. Dat gefriemel van zo'n nicht, dat moet ik niet hebben. Nee. En jij, lieverd, heb je leuke schoentjes aan? Van je vriend gekregen, zeker? Ja. Zeg, Cinderella. Ja. Ik vind dat je eigenlijk maar geen BH meer moet dragen. Nee. Vind je, heb ik zulke stevige borsten? Nou, dat niet. Maar misschien trek je dan die rimpels een beetje uit je gezicht, hè? Goed zo. Nou, ik heb gehoord. Ik heb nog een waarschuwing voor alle mannen hier in de zaal. Oh. Ja, cool. Ik heb gehoord namelijk dat als je je telefoon in je broekzak doet, ja, de kans bestaat dat je onvruchtbaar wordt. Ja. Alhoewel, ik zo de zaal in kijk. Heeft dat weinig effect meer? Ja, daar gaat niks aan verloren, zou ik zeggen. Nee. Nou, mijn meiden, over mannen gesproken, hè. Ik weet, hè, dat de helft van de Nederlandse mannen bij het vreemdgaan, of in ieder geval na het vreemdgaan, er een schuldgevoel aan overhoudt. Oh ja? Ja. Ja. Hé, hey, Chichi, jij was vreemd gegaan. Nee, Melis, nog nooit. Nee, ja. Stom, hè? Oh, maar ik dacht dat jij een relatie via Marktplaats had. Oh, Melis! Dat is zo flauw! We toch zo gezellig bij elkaar zijn. Kan ik eigenlijk wel even vragen om dingen. We gaan het niet doorvertellen, maar wie van de zaal is er eigenlijk wie? Mag even uw hand opsteken? Ook dat is heel voorzichtig. Ja, ik zie er één. Ja, toch wel drie voor. Ja, ik zie je handen weer naar beneden. Ja, kom maar. Wat deze schuif, twee handen, hè? Mag ook. Ik zie er ook een paar, maar die weten het nog niet. Wat hoor je? Nee. Zeg, maar je kunt wel leuk een beetje populair doen met het publiek, maar waarom vertellen jullie niet zelf even over je eigen afwijking, zeg maar? Afwijking? Wacht even. Vind jij werkelijk dat wij een afwijking hebben dan? Nou ja, als je weet dat ongeveer 10% van de mannen homo is, ongeveer 4% van de vrouwen lesbisch en 1% is bi. Ja. Nou, dan kan ik toch wel concluderen dat jullie redelijk afwijking hebben, zeg maar. Maar dan hebben we het nog niet over degenen die nog niet uit de kast zijn gekomen. Uit de kast? Ja. En nou, het is voor een homo ook een stuk makkelijker om uit de kast te komen dan voor een travestiet, hoor. Ja. Ah. Maar alhoewel, wacht even. Maarten het Hart ging wel als vrouw naar het boekenbal. Ja, dat is wat ik zei. Ja, maar die had zijn vrouw niet verteld dat hij in de jurk ging. Nou, dat gaf dat enige opwinding, zal ik maar zeggen. De meeste travestieten die zijn homoseksueel, biseksueel of heteroseksueel. En over het algemeen vallen de meeste op vrouwen. Nou, ach nee, Taf, wat ben jij eigenlijk? Ik ben bi. Jij bent bi? Ja. Oh, zo. Ik kom er ook gewoon voor, hè. Nou, en jij Cinderella, wat ben jij? Ik ben lesbisch. Lesbisch? Hè? Ja, ik val op vrouwen. Verrassend. Nou, de meiden zijn los, hoor. Ja.
Zeg, maar weet je dat er ook hele bekende travestieten zijn? Echt waar? Ja, oh. Wel hoor. Nou, ga je een tijdje terug in de geschiedenis, hè? Dan hebben we het over Jeanne d'Arc. Oh, nou, die was heet tot aan het eind. Ja, die was er gloeiend bij. En kennen jullie Robin Estman, die basketballer uit Noord-Amerika? Ja, ja. Nou, die kan zijn ballen gebruiken, zeg. Nou, en Duncan, die legt hem er zo in. Nou, lekker hoor. Nou, en dan gaan we even naar de overkant natuurlijk, naar Groot-Brittannië. Ja, weet je wie daar? Brian Jones van de Rolling Stones. Ja, nou, die kan nummertjes weggeven. Wow. Oh. Nou, dat wil je wel. Nou, die kan wel een stokje gebruiken. Hey, maar wij in Nederland hebben ze ook hoor. Nee. Ja. 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 Nee. Snippersnap. Oh, snap. Ja, snap. Snap je? Oh, ik snap het. Snippersnap. Het voor mijn tijd, denk ik. Ja. Maar ik vond een vrouw ook al gezegd, en daar is zo'n prachtig lied over. Onze Agneta hier, die treedt iedere avond op. In discotheek de Lellabel. De Lellabel? In Amsterdam. Als Agneta. Imerkaer. En misschien, Agneta, misschien als we het lief vragen, dan zou ze vanavond een lied wel voor ons willen zingen. Agneta. Oh, wel, dat zijn ze wel. Als je dat erg mooi aankondigt, dan kom ik opnieuw op. Ja. Dan wil ik het wellicht zal ik dat doen? Zal ik je aankondigen? Ja, en dan vormen wij een leuk decoortje met elkaar. Netjes, jongens, ja, meiden, kom op. Meiden, stop. Gaan wij even opnieuw beginnen? Ja? Ja? Dames en heren, hooggeëerd publiek, mag ik uw aandacht voor een grote sterrenwording met een zeer emotioneel op het lijf geschreven lied. Speciaal hier voor het eerst op de tribune en voor uw eigen veiligheid, voor uw eigen veiligheid, gaat u alsjeblieft tijdens de act niet op de stoelen staan. Ontvang haar met een daverend applaus. Hier is Miss Agneta! Ik ben, mijn host, eigen creatie. Dus, kies hem maar uit. Krijg ik gefluit of een ovatie? Hier sta ik en ik wil gewoon een beetje stralen, maar ik zal mijn leven echt wel zelf bepalen, half namaak. Nou en, kijk, die ben ik. Ik kijk dan, ik ben wat. Ik ben, wat ik ben, en wat ik ben, laat zich niet dwingen. Zo klinkt mijn muziek. Hey, vind je dat niks? Oh. Ik vind het zwingen. En oh god, ik weet best dat dit maakt later goud is. Zo wat. Wie bepaalt hier wat er goed of fout is, vriend, vijand of fan? Ik schreeuw het uit. Kijk dan, ik ben wat ik ben. Ik ben wat ik ben. Dit is mijn lijf. Dit is mijn leven. Geen schaamte, geen. Nooit een excuus, niet te vergeven. Dus haat mij, haha, maar je moet me van de schoppen.
nog allemaal? Ja, ik zie het. U zit nog allemaal. En niemand rode oortjes gekregen? Nee, het is allemaal goed gegaan. Nou, en dat allemaal in ons buurthuis, hè? Ruimdenkend, hè? En daarom maakt het buurthuis ook zo uniek. En daarom moet het ook zo blijven, dames en heren. En iedereen is hier meer dan welkom, zwart of wit of blauw, als je even een beetje te lang aan de bar hebt gezeten. Sjaan en Door zorgen er goed voor. En arm of rijk, iedereen is hier gelijk. Maar rijk heb vanavond wel op deze benefietavond wel mijn voorkeur. Want denk u aan de melkbus, hè? Achterin, lieve mensen. Geef gul, hè? Geef gul. Nou, mensen, voordat ik hier voor paal kom te staan, heb ik liever dat een ander dat doet. We maken ons op voor een staaltje paalgymnastiek van de bovenste plank. En dames, wees gerust. Schunnig wordt het zeker niet hoor, echt niet. Ik beloof het u. En heren, wat denkt u? U denkt misschien met paaldansen aan gretige dames, kleine onderbroekjes en grote spierballen. Maar u gaat het zien vanavond. Ik zou zeggen, moedig ze een beetje aan. Dames en heren, een groot applaus voor deze optreden. De paaldansers. Niks aan doen dat mijn enkeltje dubbel ging tijdens de achterwaartse paalgreep bij de repetitie. Ja, lekker handig ben jij hoor, korrige Kitty. Vraag tante Sjaan mij één keer om een gunst of wij even een sensuele act neer willen zetten in die paal. Moest jij weer zo nodig naar beneden kukkelen, domme gans? Zeg, ik vind het best heel... aardig van jullie dat jullie in het kader van de integratie mij hebben gevraagd om mee te dansen. Maar ik heb mijn papa en mijn 7 broers moeten beloven dat ik niet op mijn kop ga staan. Wat dan? Hoezo niet? Ik ben er niet zo op gekleed. Ja, nou, ik snap sowieso al niet waarom al die lappen bij jou nodig zijn. Kijk, als Maaike nou zoiets zou aandoen, die kan er alleen maar van opknappen. Maar jij hebt een figuurtje waar Doutje niet aan kan tippen. En twee bruine kijkers waar een hek nog jaloers van wordt. Meid, trek toch uit. Laat je toch zien. Nee. Papa en 7 broers. Nee. Zeg jongens, waar blijft Jeanette eigenlijk? Die mensen zitten hier ook niet voor niks. We moeten onderhand wel gaan beginnen hoor. Ja, nou, die kan het vast weer eens niet vinden. Nee, die kan haar eigen onderlip nog niet eens vinden als de mond half open staat. Maar ze kan er niks aan doen, hè. Ze zit met die ogen. Hartstikke vervelend. Ja, ik snap dus niet waarom jij er eigenlijk bij hebt gevraagd. Nou, ze is toevallig wel even belangrijk voor het evenwicht, hè. Als die paal topzwaar wordt, dan duvelen we daar zo die orkestbak in. Oh, oké, dus jij bedoelt jij aan de ene kant en wij met z'n drieën aan de andere kant. Nee. Zeg, ik wil er niet vervelend zijn, maar ik heb er nog niet de orkestbak gezien. Ik heb alleen de muziek op een cassettebandje. Oh, nou Kitty, als jij dat dan eens even als een hazenwindhondje daarachter naar die techniek kan brengen, dan kunnen we zo beginnen. Hè? Ja. Wat denk je zelf? Ik ben die krukken. En ga jij maar even, Bernadette. Ik hoop dat je je weg kan vinden in het donker door dat kiertje van je. Ja, hallo. Ik kon het allemaal niet zo erg vinden. Ach, nou gek hè. Jij kan nog geen lekker kontje van een suikerklontje onderscheiden. Ja, hier zijn we. Goed dat je er bent, meid. Kom erbij. Hier is die paal. Zeg jongens, hoe gaan we dat zo eigenlijk doen? Even kijken. Ik weet niet hoe dit zo ongeregeld in het programma terecht gekomen is.
De Jos die bent heeft minder handicaps als dit zootje opgeregeld. Zeg, ga mee, hè? Komen jullie maar mee. Je kunt een buskaartje krijgen terug naar de stad. Jij ook. En dan krijgen we misschien een glaasje melk of geitenmelk, whatever. Kom maar, kind. Ga je ook maar even naar achter toe? En jij ook. Wacht eens even. Jij neemt Midden, zeker ga pakken de paal maar even. Dat is zo je bakkerigheid met die eierkoekbillen het wel kent. Ja. Nou, wacht even hoor. Ik had een puntje bijna te pakken. Geef me even nog de tijd. Maak nou geen punt van dat puntje. Kom dan, en maak er nou ook geen punt van, want ik krijg een punt over jullie. Kom maar mee, Maaike, de paal is voor jou. Vanwege te bekennen is, heb ik even de gelegenheid om iemand in het zonnetje te zetten. Op deze speciale benefietavond. Een speciaal iemand. En ik weet dat hij hier ergens in de zaal zit. Het is iemand van de gemeente. Even kijken of waar hij zit. Oh, daar zit hij. Dag meneer Tutjes. Nou meneer Tutjes, wilt u even naar voren komen alsjeblieft? Ja, dat is een beetje te gek natuurlijk. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn, hè? Ik dat naar u komen. Kijk nou, mensen, ik heb natuurlijk al mijn verantwoordelijkheid, hè? En ik neem de consequenties, oké? Okay? Ik kom ervoor, maar ik verwacht dan niet dat er allerlei harde tomaten met ik gegooid worden. Meneer Tutjes, er zijn echt mensen die het roerend met u eens zijn. Ik ben er één van. Kom nou, alsjeblieft naar voren. Ik heb iets lekkers voor u klaargemaakt. Nou, als er één in deze zaal is, hè, die achter mij en achter mijn plannen staat, hè, dan mag dat wel in de krant. Hè? Iedereen, hè, die daar zit, die houdt elkaars hand boven dat knarrige kopje. Hè? Alleen omdat het buurthuis behouden moet blijven. Nou, anno 2016, in november 2016, wordt de tijd dat het zwarrige zwanennest is geruimd wordt. En plaats maakt voor een economisch bloeiende broekvogel. Karel Tutjes. Tut, ben je de ambtenaar? U kunt toch wel even genieten van het amuse entertainment wat hier geboden wordt?
Noemt u dat entertainment, Karel de Kroegtijger? Een stel van die jurken, die in rokjes en jurkje die proberen te dansen. En dan nog een paar van die kibbelende kabeljauw die proberen een paal in te klimmen. Nou, daar hoef ik bij het gemeenteuitje niet mee aan te komen, want dan krijg ik terecht protest te maken, meneer. Ik heb het programma ook niet samengesteld. Dood zoet de boodschappen, zou ik zeggen. Hè? Maar kijk nou eens even naar het prachtige cakeje wat ik voor u heb gebakken. Hè? Dat is toch wel iets beter dan wat u elke dag bij de koffie krijgt, nou, hè? Van moeders de vrouw. Nu u dat zegt, hè? Bij moeder de vrouw thuis heb ik de laatste tijd alleen maar van die caloriearme brakjes. Hè? Hey, kijk, sinds ik iets verkeerds heb gezegd over haar gloeiende bilpartij, moet ik het bezuren met een gezamenlijk dieet. Dus tegen het aannemen van zo'n plakje cake, daar zeg ik geen nee tegen. Wel tegen het blijven van die sterren van de zwaan. Zo, meneer is van de bilpartij. Nee, dat heb ik niet gezegd. Dus, ik wist wel dat u in de politiek zat, maar ik wist niet van de bilpartij. Maar neemt u alsjeblieft even een happie? Nou, er zijn even mijn tasje neer, hè. Dat is natuurlijk een hartstikke niet. Zo. En hoe smaakt het? Nou. Ik zou zeggen, laat het u smaken. Gooi even de cake. Heel speciaal recept. Met ja, ik proef iets van lokale ingrediënten, zeg maar. Nou, ik proef iets van vanille. Ja? Ja, nee, ik wil even kijken, nog een klein hapje erbij. En iets van kaneelachtig in de mond. Ja? Verdomme zeg, ik ken het recept helemaal niet. Nee. Verdomme, is lekker zeg. Nou, neem een grote hap. Weet u, dit is wel iets beter dan wat u normaal op het gemeentehuis bij de koffie krijgt, hè? Zal ik anders, weet u wat, zal ik anders even uw koffiedame dit recept op de mail sturen? Nou, dat lijkt me nog heel goed plan. En mevrouw Draanaken natuurlijk, hè? Wel ja. Het is mijn secretaresse en die mag me niet vergeten. Verdomme, is lekker zeg. Nou, weet u wat, neemt u het bordje mee met de cake, moet hè? Ik weg? Nou, dan kan u terug naar uw plaats en dan zou ik zeggen, er komt nog een tweede gedeelte aan. Kijk. Heb u alvast iets lekker om op te peuzelen? Nou, vriend. Er komt nog een grande finale en dan gaan we stemmen en dan komt er een referendum. Oh, er komt er zoveel. Dus ja. Als u wil, kunt u terug naar uw plaats. Nou, dank u wel. U heeft me in ieder geval wel een steuntje in de rug gegeven. Goed gedaan. Ja, graag gedaan. Dank u wel. Kan ik eens even kijken of de volgende act op waar is? Of die nog de neus en poeder is? Even kijken waar het in is. Even kijken hoor. Even kijken. Oh ja, ze zit al klaar. Dames en heren, mag ik u presenteren? De zangeres zonder faam. Op een avond, het was pas, hier in de Zwarte Zwaan, zat aan de barman een oude vriend van Sjaan. Hij zei dat hij begaan was met het lot van Sjaan en Door. Ook wij gaan er nu voor hem, ook wij gaan er nu voor. En ik zeg... Geef, alsof je rijk bent, geef, alsof je echt geen krent bent, geef, alsof het op je rug groeit, geef alles aan de zwaan, la 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 la, la 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 la, la 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 la, geef alles aan de zwaan, la 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 la, la 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 la, la. Hij zei dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdient als water, maar het boeide hem geen reet. Hij gunde het de zussen, hij gunde het Door en Sjaan. Laten wij nu ook stoppen en aan het schenken gaan. En ik zeg... Geef, alsof je rijke pen bent, geef, alsof je echt geen krent bent, geef, alsof het op je rug roept, geef alles aan de zwaan, la 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 la,
La 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 la. Geef alles aan de zwaan. La 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 la. Hebben jullie Door gezien? Nee. Door! Ja, Door! Doe je toch zenuwen gemist? Ja, rustig aan even. We gaan zo stemmen. Is Door nergens te vinden? Ja, nou, dan maar zonder Door, hoor. We moeten toch door. Ja, dat is waar. Moet je kijken wat de mensen nou. Toch ja, niet, nee, hoor. Dat is waar. Dat is waar. Maar, jij mag Sean, wat zie je er nou? Waarom moet dat nou toch blijven? Dus, kleed je nou toch even om, maar ja, het ziet er niet uit. Ik vind het gewoon lekker. Ik ben jaloers op jullie vrouwen. Ja, ik ben gewoon jaloers op jullie. Heb ik een lesbische verhouding met mijn eigen kerel? Wel, nee. Hallo, wees maar niet bang. Wat een wonderhand, dit is met die papiertjes gaan wapperen. Ja, rustig, hou even dim, hè. Kijk, loop jij nou steeds die vrouwen kleren? Ja. Hier? Hey, heb je je verbouwing al geregeld? Krijg ik een schoondochter? Oh, maar doe dan normaal, man. Man, ik vind het gewoon lekker. Er zijn toch zat vrouwen die ook in mannenkleren lopen. Die hebben een kombeertje of een spijkerbroek of een overhemd. Oh, jongen, hartstikke gek. Nou ja, waar blijft die notaris nou? Ik word er gek van. Is die met die man? Meneer Dutjes, wat doet u nu? Waar is die kerel? Ik smabber hem zo de tent uit. Wat gebeurt er nou allemaal? Oh, what a beautiful morning! Meneer Dutjes! Oh, what a beautiful day! Oh, what a beautiful morning! Hallo! Die vent, die heeft een stukje van neef Dave's cake gepikt. Nou, kijk eens. Hij is helemaal de weg kwijt. Juffrouw, mag ik een stukje tandje op de duim? Nee, meneer Dutjes. Dit is Daantje! Oh. Daan! Dat hebben ze zeker nog nooit gehoord. Waar kom je vandaan, Daan? Waar kom je vandaan? Ik laat me nu gaan, Daan. Oh, dat kan je. Wat voor cake was dat dan? Wat voor cake? Nou, die had neef Dave speciaal gebakken met een handje van die groene blaadjes erin. Oh. Nou, een space cake zeker. Heeft hij eindelijk eens wat goeds gedaan. Vooruit, rust eruit met de keel. Dit ja. Tot nu orders, waas. Waar kom je vandaan? En nou eruit, tukjes. Wegwezen. Wegwezen uit ons buurthuis. Oh. Opschieten. Wat een gekke huis hier. Nou, dat kan je wel zeggen. Ziezo, Joop heeft alle draadjes weer aan de haag geknoopt, dus alles klopt weer. Rode draad doet het nog. Jo, wat ben je toch een rampenplan met je draadjes. Oh. Goedenavond, ik ben notaris Dintelman en ik kom voor een goed en eerlijk verloop van het referendum. Ah, hallo. En u bent mevrouw? Ja, ik ben mevrouw Sjaan van de Zwarte Zwaan, beheerster van de Zwarte Zwaan, ja. En u meent dat er nog een zwaantje Ja, dat is Door, maar die kennen we nergens zitten, dus begin maar. Oké, maar wat doet brandweer hier? Brandjes blussen, ja. Je weet me nooit, met zo'n referendum. Dus toppen kunnen zo maar doorslaan. Ja. Oké. Nou, ik zou maar beginnen, want die bubbels, dat klopt gewoon. Is neef Dave er niet? Moet hij er niet bij zijn dan? Dit is toch een story? Hey, Johnny! Hey, Dave! Ik heb nou toch wat meegemaakt met die tukjes, joh. Noem het maar hysterisch. Nou. Kijk eens. Ik heb een mooi glaasje, flesje champagne, zelf gemaakt, met speciale kruiden erin. Nou, wat zit erin dan, Dave? Bubbels, Betsy, bubbels. Ah, lekker. Zal ik maar gaan beginnen? Ja, dat is goed. Ga jij maar beginnen, notaris. Goedenavond, bezoekers van het buurthuis de Zwarte Zwaan. Dit is een belangrijke dag voor de eigenaresse. En om het geen zwarte dag te laten worden, verzoek ik u vriendelijk om uw stem uit te brengen in een bindend referendum. Ik ben en mag zelf niet partijdig zijn, maar die meneer Tutjes heeft slechte plannen die niet passen in ons dorp. Op uw stoel vindt u zometeen een rode en een groen blaadje. Daarmee kunt u stemmen voor het behoud van dit buurthuis. Groen is voor en rood is tegen. Denkt u goed na en neemt het juiste besluit. Dus bij deze, dames en heren. Wie is er voor het behoud van dit fantastische buurthuis? Hier! Ja! Ja! Allemaal groen! Ja! Kijk goed aan, dat ziet er goed uit. Zie je? Nou, de uitslag is eigenlijk al duidelijk. Nou,
vragen. Is er ook nog iemand tegen? Ja, ik ben teugen. Hartstikke teugen. Meneer Duvel Draaimaker is zo hartstikke teugen. Ik ben er wel niet tegen. Je bent toch ook tegen? Maar nee. Duvel Draaimaker, dat kunt u niet maken. Je staat allemaal achter mij, Duvel Draaimaker. Nou, meneer Tutjes, helaas, u heeft verloren. U kunt het beste maar naar Friesland Bakkeveen gaan. Misschien willen die een mooi woontoren. Maar de Zwarte Zwaan mag blijven bestaan. Yeah! Wat is hier aan de hand? Ja, we mogen blijven bestaan, opa. Ja. We mogen blijven bestaan. Ja. Hey! Ja, opa, ik heb nog veel als die meester. We zullen jou eens even leren wat je wil spelen. Kom op, wegwezen hier. Wegwezen. Bijna. Ja, wat lekker. Ik wil er maar bij dan. Kom op. Hoor. Je moet me helpen! Nou eens. Ja, je moet me helpen! Die vluchteling, hè? Dat is helemaal geen vluchteling. Nee, zijn oude sjeik. Met zijn oude spuit. En die wil mij in zijn arm. Doet die hoor. Hij wil mij in zijn arm. Nou, dan is hij blind of niet goed wijs. Hij vond mij woest aantrekkelijk toevallig. Dat zal wel. Ja, toevallig wel. Doortje, schatje, waar ben jij? Ik wil jou knoevelen en lief hebben. Nee, Doortje, waar ben jij? Ah, daar ben jij, Doortje. Ik wil jou knoevelen. Nee, als Doornie wil en je centen, ik wil wel hoor. Kun je mij niet wat? Jij bent geen moederfiguur. Ik wil het niet door. Door, ik wil jou knoevelen. Kom hier door. Nee. Maar kom nou door. Nee. Ik wil jou... Jij? Lekker rijk? Ja. Jij bent te jong. Ik wil het niet door. Nee. Door, nee. Kom hier. Ach, Ahmed. Eén ding, dat gaat niet door. Nee, door, nee. Jij krijgt door niet. Nee. Ik heb het goed gemaakt, ik geef aan jullie 500.000 euro. Ach, het is goed erom. Dat verandert de zaak. Sjaan, sta je me nou gewoon te verkopen? Ik wil jou wel eens zijn, ja, Sjaan. Ja, ik kan heel goed dragen en dan word ik zo heet. Jij bent een bonusdak. Ik wil het niet door. Kom hier door. Ik wil jou lekker knoepen. Kom hier. Ah, kijk, net aan mijn moedertje. Kom hier. Meneer, dat vind je van mij. Ja, ik kan ook echt heel lief zijn hoor. Jij bent een beetje dun, maar met een beetje veel eten. Jij kan aankomen, lekker uitdijen. Ja. Weet je wat, ik neem het die Daan. Ja, ik neem het die Daantje. En hoe dat dan met dat geld, meneer, ga je dat overmaken? Nee. Geen door, geen geld. Nee. Maar ik heb het goed gemaakt. Jullie krijgen van mij Omar. Omar is ook heel lief, heel aardig. En neem ik die Daantje. Kom maar Daantje, wij gaan. Ja, dag. Omar. Dag. Wie is Omar? Wie is Omar dan? Wie is Omar? Wat? Blijf je vriend? Ja, kerel. Ik bedoel, er is een beetje druk in het dorpshuis. Moet je zeggen, kerel, ik ben ontzettend blij dat we kunnen blijven komen, weet je dat? Ik bedoel, ja. Ik zie het. Ja. Je bent zelfs een beetje ontroerd. Ik ben het niet gewend van jou. Ja, nou, sorry, kerel. Ja, bedoel, het doet je wel wat, hoor, dat we kunnen blijven bestaan. Ik bedoel, kijk, wij Nederlanders hebben altijd wat te zeuren. Dus niet over het weer, over de politiek. Altijd wel wat. Maar kijk, een echt gezellig buurthuis hoort gewoon in ons dorp. Ja. Ja. Maar ja, dan moet het wel financieel gezond zijn.
Het liep bijna fout af, dat zag je. Ja, maar weet je, dan moeten al die mensen die hier zitten niet na afloop meteen door die achterdeur vertrekken, maar gewoon even de bar in gaan en een flinke neut nemen. Kijk, de pijp moet hier ook roken. Dat zeg je goed. Ja, kijk, bijvoorbeeld, er komt oorlog. En niemand gaat er naartoe. Ja. Ja. Dan wordt het wel een dode boel. Ja. Precies. Ja. Wie niet bot wil zijn, moet scherp wezen. Maar wat mooi. Ja. Dat we een vluchteling hebben binnengehaald. Ja, en dat hij nog een schoonvader heeft die in de slappe was zit. Ruim in de slappe was zit, kerel. Ik bedoel, hè? Ja, poen, voldoende poen. Zo zie je maar, wie goed doet. Die goed ontmoet. Ja, precies, Willem. Jij slaat de spijker op zijn kop, kerel. Ja. Trouwens, die benefietavond was ook een succes. Kom, schrijf een gedicht toe, kerel. Dan gaan lul van jou altijd door. Oké. Ga door. Maar die benefietavond was wel een succes. Knap hoe die in elkaar zat. Ja, klopt. En de optredens waren ook echt geweldig. En dat voor zo'n dorpie. Ja, kerel, ik moet zeggen, ik ben hartstikke blij dat wij kunnen blijven komen. Ik bedoel, zelfs... Tegenwoordig hebben wij een eigen naambordje op de bar. Nou, ik bedoel, daar word ik gewoon echt emotioneel van, weet je dat? Shhh, jongen. Zet even het Wilhelmus op of zo. Doe even gezellig, hè? Heb je nog een leuk gedicht of nog een laatste goede uitspraak? Zal ik even kijken of er nog eentje heb? In de aanbieding? Een goeie graag. Een goeie? Ja. Ah, ja, kijk, luister. En nog een hele actuele ook, hè? Sint-Nicolaas, ik wil die Pieter-kwestie voor mijn dood geregeld hebben. Yeah.
zingen voor ons buurthuis dat gelukkig mag bestaan. Het was erop of eronder, we hebben ons best gedaan. Dit is voor degene die je overal herkent. Het buurthuis is voor jou en mij en dit is ons moment. En je gaf je stem aan de zwarte zwaan. En je staat niet alleen. Iedereen is voor het buurthuis en het buurthuis is voor iedereen. Iedereen is voor het buurthuis en het buurthuis is voor iedereen. Dit buurthuis is voor iedereen die passie houdt en die voor passie gaat. Ons doel dat is er nu bereikt, dat is waar ieder ook voor staat. En je gaf je stem aan een zwarte zwaar. En je staat niet alleen. Iedereen is voor het buurthuis en het buurthuis is voor iedereen. Iedereen is voor het buurthuis en het buurthuis is voor iedereen. Yeah, fantastische dag, Door. Zeg dat wel. En gelukkig mogen we blijven bestaan. De zwarte zwaan blijft bestaan. Nou, het was wel drop of troon. Ja. Nou, het kost me ook wel 10 jaar van mijn leven. Ja, weet je hoe dat komt? Dat we in die bakjes gepropt zitten, dat komt het door. Wie mooi moet zijn, die leidt de pijn. Door. Oh ja, kan ik dan nou niet mooi zijn zonder pijnlijst, ja? Oh heer, waar heb ik dat gezeur toch altijd aan te danken? Dan moet je de heer er niet bij slepen, die kan er ook niks aan doen dat we er zo uitzien. Die niet de zon hoor. Door. Huh? Heb jij die kerstshow gezien van Angela Groothuizen en Karin Bloemen? Ja. Ja, maar dat zou ik nooit durven hoor. Nee. Zal ik jou eens een nieuwtje vertellen? Ja, ga jij mij eens een nieuwtje vertellen? Ik ga het doen. Huh? Wat? Ja hoor, ik ga het er doen. Ik ben het zat. Dat ding zit veel te strak, man. Wat ga je doen dan? Ik ga die bal even, of de bolle bal even losgooien. Zo, huppakee. Huppakee. Oh, kind door, dat moet jij ook doen. Heerlijk. Heerlijk, dat lucht op. Ja, is echt lekker. Echt waar? Echt waar. Nou jongens, dan gaan we dan. Allemachtig zeg. Oh, ja, dat scheelt een stuk. Nou, denk het toch. Ja. Zo. Ja. Oh, kijk, zie je nog een hupsakee? Hey, niet te diep. Zo direct zit je met je teda lady in je hand. Missen. Wat? Ik zei, ik ben mijn Sibaba-baba-bandje nog kwijt. Ik ga het even zoeken. Oh ja, ik zie een paar snorharen. Ja. Ja. Nou, dat is een afgekloven ragebol. Dat kan je bij mij naar nemen, hoor. Moet jij nog niet eens even wat laten liften? He? Ik, die platte kom nee, voor je? Nee, hey, heb je dat mens van de gemeente gezien? Nou, die heeft denk ik zichzelf wel 10 keer laten liften. Die heeft het zo vaak gedaan, dat als ze de benen zo over elkaar staan, dan vliegt die mond open. Maar ze is wel heel mooi, hè? Heb je dat figuurtje gezien? Ja, joh. Ja. Jongen. Nou, die valt af waar je bij staat. Plassie vet legt eronder. Ik heb al zoveel gedaan. Ik heb al soja bakket, paleo, deo'd, nou noem het allemaal maar op. Ja. Niks helpt. En dat pakken zit zo alleen. Kijk eens. Oh, dit is toch lekker, jongen. Dit lucht op. Ja, heerlijk, heerlijk. Is dat lekker? Heerlijk. Even kijken. Zo. Ja. Lukt het, kind? Dat niet, man. Ja.
Nou, hey. Lekker hè? Oh, lekker. Zo. Ja, dan ben je ergens in de 60, dan mag dat onderhand toch wel. Vind ik ook. Een beetje die boeken hoors gooien. Zo is dat. Gooi ja, hoor, zo is het. Ja, dat grote bevrijdingsdag, dan gaat er nog even wat uit. jongens. Dus even kijken hoor of het lukt. Vandaag, je weet het natuurlijk niet, hè. Wat ga je doen dan? Nou ja, er moet wat los, maar dat gaat vandaag niet lukken. Ja, oh. Ja hoor, zo. Bevrijding van de ballen. Valk idee. Ja hoor, hartstikke plats idee. Zo. Zie je het al? Jij hebt het ook. Wat heb ik ook? Als je daar een potlood onder duwt, kun je hem nooit meer terugvinden. Wat blijf je dan? Ja, daartussen ergens. Tussen die grote borsten van je. Nou, zal ik jou eens even wat zeggen dan, hè? Dan mag jij wel niet gaan paaldansen. Want als jij één keer om die paal heen danst, die twee hangers van je, die flipflappen er zo omheen. Nee, twee paalhangers. Nou, John vindt me anders nog woest aantrekkelijk, John. Toevallig. Echt waar? Niet? Nou, ja zeg. Jij hebt zo weinig seks dat je weer maag bent. Ik ben mijn leven lang door kerels genaaid, maar het had alleen niks met seks te maken. Oké. Okay. Jammer genoeg. En hoe is het met jouw seksleven, hè? Gebeurt het nog wel eens een keer? Ja, bijna elke dag. Op maandag, bijna. Op dinsdag, bijna. En op woensdag, bijna. Oh. Maar goed, we hebben het geklaard. Ik weet niet of je het weet, het is gelukt. Zo, het is gelukt. Allemachtig. Jongen, weet je wat ik ga doen? Nou, ik ga het een advocaatje nemen met slagroom. Dat ik nou zo zin in. Verdamme, nee joh. Wat verdamme? Je moet weet je wat we nemen? Een lekkere neut. Zo'n neut? Stevige neut waar alles van rechtop gaat staan. Oh, nou dan mag ik wel een beetje uit de buurt van John blijven. John? Ja, John, ja. Hallo? John, ik kom! Ja, bijna. Iedereen mag meedoen, de zwarte zwaan blijven we trouw. En ik heb het glas op jouw gezondheid. En je staat niet alleen. Iedereen is voor het buurthuis en het buurthuis is voor iedereen. Iedereen is voor het buurthuis en het buurthuis is voor iedereen. Voor het buurthuis en het buurthuis is voor Bedankt voor uw prachtig applaus en voor uw meeleven de hele avond. Het is voor ons ook de eerste keer dus. Maar we hebben geknald wat we konden. En ik denk dat u ontzettend genoten hebt. Als ik tenminste dat zo hoor. Ja. En ik ga even een paar namen noemen. Voordat we aan de bitterballen gaan. Want u krijgt dan lekker het gratis happie. Hè, dat u dat weet. Ja. Dus niet weggaan. Maar ik ga nog even een paar belangrijke namen noemen. En dat zijn de schrijvers. Dat is Rianne. Waar is Rianne? Ja, ja. Ja. Heel belangrijk. Een hele grote
Een hele grote bijdrage heeft ze geleverd en ze doet het fantastisch. En dan hebben we nog een nieuwe schrijver, dat is Rinus Bon. En die doet het ook hartstikke goed. Dan hebben we ook nog, dan hebben we ook nog twee nieuwe spelers. Eerst nog even schrijven, ja. Dan hebben we ook nog twee nieuwe spelers, Tamar en Peter. Fantastisch! Voor de eerste keer en dan zo spelen. Nou, ik vind het echt, ik ben trots. Ik ben helemaal ondersteboven. En dan hebben we nog onze gastspeler, René de Veld. Kom, jongen. Prachtig. Prachtig gezongen. Hij heeft jaren bij ons in de dansgroep gezeten en nu zingt hij fantastisch. Het is verschoten. Dus van zijn benen naar zijn mond geschoten. Ja, prachtig. Nou, dames en heren, dit was het dan. Iedereen die meegeholpen heeft aan deze revue. Iedereen, alle spelers. Ik ben beren trots. En ik kan ze natuurlijk niet allemaal gaan noemen, want ik kom er niet aan die bitterballen toe. En ik zou zeggen, dames en heren, dit was u en onze toneelvereniging. Kudos daar!